Ik ben overnameadviseur en ik ben de eigenaar van OOR, Overname en Opvolging. Nou, de reden was dat ik op een tweesprong stond. Dat ik denk, hoe maak ik mezelf nou meer zichtbaar als overnameadviseur? De keuze voor welke activiteit ik wel onder de aandacht wilde brengen en wat niet. En hoe ik daar het beste bekendheid aan zou kunnen geven. En dat heet personal branding. Heb ik begrepen. Ja. Ja. Je was heel kritisch over het waarom, hoe en wat het resultaat zou moeten zijn. Waar ik voor sta en waar ik niet voor wil staan. Wat mijn keuzes waren en hoe ik dat het beste onder de aandacht zou willen brengen. Dus met andere woorden, nou, dat was een heftige dag eigenlijk wel. Waarbij ik veel inzicht heb gekregen. En me meer bewust ben van hoe ik overkom. En wat ik eigenlijk wil communiceren. Keuzes, keuzes, keuzes. Focus, focus, focus. Sta voor één ding. En dat is voor mij overname, regisseur. Ofwel de regie nemen van de overnameproces. Dat ik zo bekend wil staan. Nou, ik adviseer ze juist om die VIP-dag te volgen. Om keuzes te maken. Om inzicht te krijgen zelf. Inzicht om welke strategie je gaat toepassen, waar je voor staat. Keuzes, wat is je focus? Echt de uitdaging aan te gaan om te kiezen voor een bepaalde richting. Ja, en zodat je beter zichtbaar wordt, zodat je inderdaad één consistente lijn hebt van wie ben ik, wat doe ik en wat wil ik betekenen. Daar komt het in feite op.